Wanneer stonden Nederlanders te juichen bij de komst van vluchtelingen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil dit verhaal beginnen met een foto. Een foto van Julia Ott. Julia Ott is een Hongaars meisje, geboren in 1913, een jaar voordat de Eerste Wereldoorlog begon, Rooms-katholiek. En Julia Ott komt in 1923 naar Den Haag. Julia komt niet alleen, ze komt met een trein vol met 600 kinderen uit Boedapest. Na de Eerste Wereldoorlog gaan er honderdduizenden kinderen uit Hongarije, uit Oostenrijk en uit Duitsland naar West-Europa om daar 3 maanden aan te sterken in een pleeggezin, in een gastgezin, die zich daar zelf voor hebben opgegeven bij lokale comité's. Comité's die vaak georganiseerd zijn rond een, laat ik zeggen, rond een bepaalde godsdienst. Dus je hebt in Den Haag, in dit geval van Julia Ott, had je het Rooms-Katholiek Huisvestingscomité, dat deze actie samen met hun geloofsgenoten in Hongarije organiseerde. De familie Bos, dat was een aannemer in Den Haag, woonachtig aan de Veenkade, die stond met het bordje van Julia Ott. En Julia Ott ging met vader en moeder Bos mee naar de Veenkade. Na 3 maanden moest Julia weer terug. En dat vond Julia eigenlijk helemaal niet zo leuk, want binnen die 3 maanden had ze zich enorm gehecht aan die familie Bos. En bovendien was het leven een stuk luxer dan ze gewend was in Boedapest. Bovendien was ook de familie Bos niet erg blij dat Julia wegging, want ook zij hadden zich heel erg aan Julia gehecht. En al heel snel stuurden zij brieven via dat Rooms-Katholiek Huisvestingscomité naar Hongarije met de vraag, mag Julia weer terugkomen? En al gauw kwam het antwoord ja. Dus daarmee werd Julia van een vakantiekind, een immigrant. Een immigrante. Die later met een Nederlander trouwde. En omdat ze een vrouw was met een buitenlandse nationaliteit, kreeg ze onmiddellijk het Nederlandse paspoort door dat huwelijk. Er waren zeer velen zoals Julia Ott. Er zijn duizenden vrouwen uit Hongarije, Oostenrijk en Duitsland zijn op deze manier in Nederland gebleven. Alhoewel hun ouders met hun broertjes en zusjes nog verder in het buitenland woonden, vonden heel veel mensen dit toch de beste oplossing. Er waren andere welkome vluchtelingen. Bijvoorbeeld de Belgen in 1914. Dat weten de meeste mensen weten dat wel. Dat in 1914, zoals u op dit filmpje ziet, de oorlog brak uit. Antwerpen werd gebombardeerd en lag onder het vuur van de Duitse troepen. En in 1914, in het najaar van 1914, kwamen er 1 miljoen Belgen de grens over in het zuiden van Nederland, in Brabant en Limburg. Op het filmpje ziet u die vluchtelingen komen met alles wat ze hebben erop en eraan, maar ze worden ook vriendelijk onthaald. Er staan borreltjes voor ze klaar en ze laten het zich goed smaken, zoals u hier ziet. Er is heel veel enthousiasme om deze Belgen op te vangen. Alhoewel 1 miljoen, hè, stelt u zich voor. Er woonden toen 8 miljoen mensen in Nederland. 1 op de 8 was een vluchteling. Dat is ongeveer de situatie die we nu in Libanon hebben als het gaat om de Syriërs. Nu gingen de meeste van die 1 miljoen gingen ook vrij snel weer terug. Maar uiteindelijk zouden er 100.000 vluchtelingen zouden er in Nederland blijven. En die zouden ook de hele Eerste Wereldoorlog tot aan 1918 hier blijven. In grote kampen, maar ook opgevangen bij mensen thuis. En wat belangrijk is, die hele ontvangst en die opvang, daar was niet zozeer de staat had daar het heft in handen, maar particuliere organisaties en vooral, omdat het katholieken waren, waren dat katholieke organisaties die zich daarmee bemoeiden. Je kon je heel gemakkelijk identificeren, dat waren mede-katholieken. Nog een andere groep zijn wat we wel noemen de repatrianten uit Nederlands-Indië, die na de oorlog naar Nederland kwamen. En ook daar hebben we beeld van. Repatrianten, een beetje een gek woord, betekent letterlijk zij die terugkeren naar patria, naar het vaderland. Het is een tweede reden een gek woord, want de meesten waren hier nooit geweest. Dit was helemaal niet hun vaderland. Dit waren voor een deel waren dit Nederlands, gewoon expats die in Nederlands-Indië zaten en terugkwamen, omdat Nederlands-Indië onafhankelijk werd en ze er eigenlijk uit werden gegooid door de nieuwe nationalistische regering. Maar het overgrote deel waren mensen van gemengde afkomst. Vaak met Nederlandse vaders en moeders uit Nederlands-Indië.
vaak ook met een andere huidkleur en die hier nooit waren geweest. Maar ook zij werden gezien als heulen met de Nederlanders. Dus ook voor hen was er eigenlijk geen plaats meer in het nieuwe Indonesië. De regering zat er niet op te wachten. Zoals ik eerder heb verteld, na de oorlog vond men Nederland overvol. Mensen moesten weg en komen daar opeens 300.000 mensen uit Indië bij. Ongeveer 3% van de toenmalige bevolking in de loop van de jaren, eind jaren 40 en de loop van de jaren 50. Maar ook hier weer was de identificatie, omdat het mensen kwamen uit de Nederlandse kolonie, werden ook heel doelbewust door de Nederlandse regering repatrianten genoemd. En dat moest vooral benadrukken dat zij, laat ik zeggen, waren zoals zij. Dat was een hele, om met een duur woord te zeggen, een inclusieve definitie. Zij hoorden erbij. Nog zo'n groep waar veel enthousiasme over was, eigenlijk nog veel meer enthousiasme dan voor die repatrianten, want daar ook was ook nog wel wat gemopper over, want ook daar waren huizen apart voor vrijgesteld. Maar een groep waar een groot enthousiasme over was, zijn de Hongaren in 1956. Laten we even naar dit filmpje kijken. Op het Centraal Station in Utrecht reed de vluchtelingentrein 's avonds tegen 11 uur binnen. Honderden mensen op het perron zorgden voor een hartelijke begroeting der Hongaren, die hier na een treinreis van ruim 24 uur op hun voorlopige bestemming arriveerden. De spanning en de vermoeienissen van de achter hen liggende dagen waren op de gezichten der gevluchten duidelijk afgetekend. Onder hen bevinden zich mannen die enkele dagen tevoren nog met het geweer in de hand vochten voor de vrijheid van hun land. Goed, wat is hier aan de hand voor de jonge kijkers onder ons? 1956, we hebben de Koude Oorlog, heel Oost-Europa staat onder invloed van de Sovjet-Unie. Maar in 1956 proberen de Hongaren iets van democratie in te voeren en dat wordt onmiddellijk neergeslagen door de Russische troepen. De tanks die ratelen Boedapest binnen en de hele opstand wordt neergeslagen. Dat leidt ertoe dat meer dan 200.000 Hongaren op de vlucht slaan en 3.000 van die 225.000 vluchten naar Nederland. Heel veel enthousiasme zoals u op dit filmpje ziet, ook weer heel veel identificatie. Het waren tenslotte anticommunisten en in de Koude Oorlog stonden die aan de goede kant. Wel overigens interessant op te merken dat de regering ook hier weer niet op zat te wachten. Naar buiten toe deed men natuurlijk wel, dat uiteraard waren deze Hongaren welkom. Maar we weten uit interne notities van de ambtenaren dat men probeerde deze groep zo klein mogelijk te houden. Want Nederland was tenslotte vol. Maar de algemene sfeer in Nederland was er duidelijk van welkom voor deze vluchtelingen voor het communisme. Overigens een interessant detail. Eén van degenen die deze Hongaren stond op te wachten op het station was onze Julia Ott, maar nu volwassen. Zij had namelijk een comité opgericht, omdat ze zelf zich natuurlijk identificeerde met haar medelandgenoten, om die Hongaren te helpen. Dan zijn er nog wel een paar groepen die we ook onder de kop van welkome vluchtelingen kunnen scharen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Vietnamezen in de jaren 80. Ook bootvluchtelingen. Bijna 1 miljoen Vietnamezen ontvluchten het communistische regime. En een aantal duizenden van hen zijn ook naar Nederland gekomen en hebben zich hier permanent gevestigd. Een laatste voorbeeld van min of meer welkome vluchtelingen zijn de Bosniërs. Joegoslavië was een land na de Tweede Wereldoorlog, maar zoals u allemaal weet, dat land bestaat niet meer, want door een enorme burgeroorlog, een zeer bloedige burgeroorlog, die uitbrak in het begin van de jaren 90, is dat land helemaal opgedeeld in allerlei deelstaatjes. Op een van de foto's die hier vertoond wordt, ziet u hier op het bekende Amerikaanse blad Time, een foto uit het concentratiekamp Omarska. En deze foto heeft een enorme effect gehad op de sympathie voor deze Bosnische vluchtelingen. Omdat het natuurlijk onmiddellijk allerlei associaties opriep aan de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus dat hielp enorm, laat ik zeggen, met dat identificatieproces van deze vluchtelingen. Maar het geldt zeker niet voor alle vluchtelingen. Wat maakt dat we ons kunnen identificeren met vluchtelingen, is omdat ze bepaalde dingen hetzelfde gemeen hebben met ons. Dat kan de religie zijn, zoals het geval van de Belgen of van de Hongaarse kinderen. Dat kan
politiek zijn, in het geval van de Hongaren, van de Vietnamezen. Of dat kan algemeen een soort humaniteit zijn, zoals in het geval van de Bosniërs. Maar het helpt ook als de staat zegt van jongens, deze mensen horen erbij, hè, zoals bij de repatrianten. Maar er zijn natuurlijk ook vluchtelingen die heel wat minder welkom waren. Eén van die groepen waren Joden die het naziregime ontvluchten vanaf 1933. Hè, het jaar dat Hitler en zijn nazi-partij aan de macht kwam in Duitsland. En tienduizenden van hen vluchten naar Nederland. Alleen hier waren ze niet erg welkom. Er was maar een hele kleine minderheid van Nederlanders, was ook Joods. En de meeste Nederlanders, nou ja, hadden zo hun bedenkingen over Joden. De meeste Nederlanders hadden toch wel een latent antisemitisme voor de Tweede Wereldoorlog. Dus men zag Joden toch in eerste instantie wel als een wat vreemde groep. En sommigen zelfs zagen Joden als een absoluut bedreigende groep. Dus daar was dat identificatieproces kwam veel moeizamer op gang. Het waren de Joodse gemeenschappen zelf, zoals hier in Amsterdam, die zich inspanden voor de Joodse vluchtelingen. De Nederlandse staat probeerde zoveel mogelijk van hen tegen te houden. En als ze een paspoort hadden met een J erin, door de nazi's er duidelijk in geprint, dan liepen ze grote kans om weer teruggestuurd te worden over de grens naar Nazi-Duitsland. Vanaf de jaren 80 zie je andere voorbeelden van onwelkome vluchtelingen. Je ziet eigenlijk vanaf de jaren 80, en dat begint met Tamils en later met vluchtelingen uit het Midden-Oosten, uit de Hoorn van Afrika, Somalië, Eritrea. Dan zie je mensen, ja, wat hebben wij eigenlijk nog gemeenschappelijk met deze mensen? Ze hebben vaak een andere religie, het zijn moslims, er is geen koloniale verleden wat we met ze delen. En dan zie je dat de afstand eigenlijk steeds groter wordt. Bovendien zie je dat in dit geval de rol van de staat steeds dominanter wordt. Waar vroeger die opvang toch vooral door particulieren werd georganiseerd. Je zat niet te wachten tot de staat eens iets ging doen. Het was heel normaal dat mensen zelf actie ondernamen. Zien we dat hoe meer we naar onze tijd komen, dat steeds meer wordt afgeschoven naar de ambtenarij. Nou is één vraag die op dit moment sterk leeft. Hoe zit het eigenlijk met die vluchtelingen op dit moment? En in hoeverre, hoe moeten we die zien? Wat valt daarvan te verwachten? En wat is het verschil tussen de vluchtelingen in de jaren 90, toen er eigenlijk nog veel meer kwamen dan op dit moment? Het interessante is dat we vooral overeenkomsten zien. Overeenkomsten met name waar het gaat om de herkomst van de vluchtelingen. Maar ook toen al een groot aantal mensen uit het Midden-Oosten, uit Afghanistan, uit Irak, uit Iran, maar ook uit Somalië. Dus qua herkomst zijn er niet zo'n grote verschillen. Qua aantallen zijn het er eerder minder dan meer. Het grote verschil dat je nu kunt constateren is de opkomst vanaf het einde van de jaren 90 van populistische partijen die anti-immigratie als een van hun belangrijkste politieke programmapunten hebben gemaakt. En een tweede groot verschil met de jaren 90 is het doorbreken van wat we kunnen noemen islamofobie. Daarmee bedoel ik niet kritiek op de islam of op moslims. Die kan heel legitiem zijn. Islamofobie gaat veel verder. Dat betekent eigenlijk dat je alle moslims over één kam scheert. Dat je de islam als één homogene godsdienst ziet die alleen maar kwaad in zijn zin heeft. En dat is een manier van denken die veel meer nu is geworteld dan 15 jaar geleden. En die er ook voor zorgt dat we, laat ik zeggen, Syrische vluchtelingen dat die kunnen worden bestempeld als verkrachters en als terroristen, terwijl de feiten heel anders uitwijzen. Wanneer stonden Nederlanders nou te juichen bij de komst van vluchtelingen, of omgekeerd, wanneer stonden dat niet? Juichen doen wij vooral als we ons kunnen identificeren met de vluchtelingen. Maar juichen ook als er heel veel persoonlijke contacten zijn, als we dat niet naar allerlei instanties kunnen afschuiven en er een anoniem AZC ergens in de polder staat. Juichen doen we als we niet alles aan de staat overlaten. En juichen doen we ook als de staat zelf benadrukt dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. De discussie over migratie gaat niet alleen maar of we mensen toelaten tot Nederland, maar ook of wat er gebeurt als ze er eenmaal zijn. Hoe zit het met de integratie van al die vreemdelingen? Dat is een vraag die we in het volgende college zullen beantwoorden.